Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe bucket tutorial jongens. Het is zo lang geleden, holy shit. Het is gewoon zo lang geleden. Ik kan mezelf ook helemaal niet meer voorstellen. Ja, maar gewoon lekker, ik ben lekker verkouden. En ik dacht, we gaan gewoon lekker weer verder met de series. Want ik heb echt heel veel nieuwe dingen voor jullie. En natuurlijk, ik ben ook iets beter geworden om jullie weer iets... ik ben er weer lekker bij vandaag. Om jullie weer dingen uit te gaan leggen. En dit keer gaan we zeg maar beginnen met advanced. Dus we beginnen niet meer met de normale dingetjes. Zoals events en dat soort bullshit. Ja, we gaan het nog wel natuurlijk behandelen. Maar we gaan nu gewoon echt naar de advanced shit. Daar wil ik ook mee gaan beginnen in deze serie. Zoals je aan de titel ziet, gaan we een Maven project maken. En dat gaan we voor elke aflevering die er nu aan zit te komen. Een Maven project. En ik wil jullie eigenlijk het een en ander gaan uitleggen over Maven. Maar om nou zeg maar een hele video te gaan spenderen aan Maven, dat is ook niet echt de bedoeling. Dus ik vraag aan jullie... ik heb een linkje in de beschrijving, gezet voor de Maven. Dus kun je even alles lezen over Maven. Maar om het in kort uit te leggen, het is een soort... weet je wel, daar kun je ook je jars inzetten van Spiket en Bucket. Kijk, dus net als hier in Java Buildpad, hier staat Spiket toevallig in van ons oude project. Kun je met Maven, kun je dit eigenlijk gewoon removen. En dan heb je eigenlijk via Maven heb je een externe directory. Dus dan staat die ergens anders opgeslagen op een server of zo. Of ergens bijvoorbeeld. Gewoon ergens. En dan kun je vanaf je plugin kun je naar die server toe gaan. En vanaf die server staat, daar staat Spiket opgeslagen. En meestal hebben plugins hebben van zichzelf al een Maven directory. Zoals Spiket en Bucket, dat heeft dat allemaal. En ja, misschien nog enkele grote plugins hebben dat ook. Maar je kunt het ook heel makkelijk zelf doen. Maar ja, als je dat wil, weet je. En voor mensen die Maven al weten, ja, ga lekker doorspoelen. Of kijk deze video niet, want we gaan alleen Maven installeren op onze plugins. Zodat wij het ook kunnen gaan gebruiken. Dus wat wij gaan doen is eigenlijk heel simpel. We verwijderen ons project, want dat gaan we toch nooit meer gebruiken. Het is allemaal outdated. Dus we maken gewoon heel simpel een nieuw project aan. Oké, maar voordat we dit gaan doen, wil ik het nog jullie even laten zien hoe je Maven installeert. Want als je nu naar nieuw doet, heb je nog een Maven project. Dat is er nog niet. Dus wat je gaat doen, je gaat Maven installeren in Eclipse. Dus je gaat naar Help. Dan ga je naar Eclipse Marketplace. Zoals je ziet. Nou, dan gaat hij even laden. Ja, nou, dus dit is de Eclipse Marketplace. Dit is wat je krijgt als je hem opent. Hier heb je nog de OB Marketplace en de Red Hat. Maar we gebruiken gewoon Eclipse, want daar staat het. Ik heb hem al geïnstalleerd, dus ik heb even op Install geklikt. Zodat ik jullie kan laten zien welke je nodig hebt. En het is gewoon eigenlijk simpel. Gewoon in principe heb je, even kijken, heb je deze nodig. Deze heb je gewoon nodig, gewoon van de ene, even kijken hoor, deze is vast, oh die is van de Eclipse bij org, wacht. Nou in ieder geval deze heb je gewoon nodig. met dit logootje en het is Maven Integration for Eclipse Luna. En hoe je dat vindt, ja je kan ze ook alle twee installeren wat jij het prettig vindt. Ik heb het wel gedaan, het had een betekenis, maar 1, 2, 3 weet ik het niet zeg maar. Hoe je dat gaat vinden is gewoon bij find, voel je in Maven en zo. En dan gaat hij zoeken door de hele marketplace, zoals je ziet. En dan kom je hier en dan, zoals je ziet, vind je hem hier, Maven. Nou, je kan zoveel dingen gebruiken. Bijvoorbeeld Java support voor bla bla. Nou, installeer gewoon deze Maven en dan weet je dat je goed zit. En dan klik hier op install en dan volg je alle stappen en dan komt het helemaal goed. Nou, als je dat hebt geïnstalleerd, dan klik je op nieuw. Dan other. En dan, kijk, normaal is dit zeg maar... General en dan op Project. Als het goed is. En wat je dan gaat doen, is je gaat gewoon simpel naar Maven. Dan vind ik hem open. Nou, dan heb je drie Maven even dingetjes. Nou, wat wij nodig hebben is een Project. Dus dat gaan we dan ook doen. Klik op Finish. Of ik bedoel, sorry, Next. Want we zijn er nog niet. Nu vind je een Create a Simple Project. Want we hoeven al die bullshit niet te gaan doen.
De location waar je me wil opslaan, gewoon de default in dit geval, in mijn geval. Nou, group ID, in principe maakt het echt geen donder uit. Tenminste, voor wat wij gebruiken maakt het momenteel even helemaal niks uit. Maar we kunnen wel even een mooie naam geven. Bijvoorbeeld group ID kunnen we noemen naar... Ik moet hem wel even zo noemen, anders... anders zeg maar... kan ik niet tussen al mijn project zien dat het voor jullie is. Anders moet ik hem steeds zoeken. Nou, klik je weer op next. Oh nee, sorry, finish. Ik ben er even helemaal niet bij met mijn hoofd. Oké, nu is hij ergens aangemaakt. Alleen ik weet niet waar. Oh, hier is hij aangemaakt. Ik geef hem even een rename. Hier is ons project. Voordat we dingen gaan doen, moeten we even naar de Java System Library. En dan moeten we even... ik verander hem eventjes. Oh, edit. Wat jij kunt doen is natuurlijk Java 8 gebruiken of Java wat jij wil. Standaard staat die op een of andere Java 1.0 wat er staat op 1.5, oftewel Java 7. Nou, dat is zeg maar niet gebruikelijk. De plugins gebruiken gewoon Java. In dit geval 1.7, dat is mijn hoogste. Ja, Java 8, dat heb ik nog niet, maar... Je mag gewoon Java 8 gebruiken wat jij wil. Wat jij het liefst vindt. Dus ik zet hem eventjes naar Java 7. Dat vind ik wel... Ja, weet je. Ik zou het wel doen aanraden. Want anders heb je de functies niet voor Java 1.2. Ja, dit... Kijken, Maven, dat heeft... Een aantal dingetjes. Want je denkt waarschijnlijk nu van... What the fuck is dit allemaal? Het heeft, zeg maar... Drie system... noem je dat? System directories. Dus... Dit is zeg maar where the magic happens. Hier maak je al je plugins in. Dit is eigenlijk staat voor spek en bonen. Ik weet niet eens waarom het staat. Ik gebruik het nooit. En dit is waar je config, je plugin.jml en shit indouwt. Ik weet niet wat je dan indouwt, maar hier kun je het erin douwen. En dat is hetzelfde als deze. Het heeft niet echt toegevoegde waarde. Tenminste, voor ons niet. Ik weet wel wat je het gebruikt, maar als ik dat nu moet uitleggen, dan... Snappen jullie niet wat de fuck het allemaal is. Maar we openen even POM/XL. En dan als je hem even goed hebt geïnstalleerd. En als je de goede hebt geïnstalleerd. Dan krijg je dit allemaal. En hier kun je ook eventueel het gaan veranderen. Wat jij wil. Dat heeft allemaal geen zin. Kijk, hier heb je de dependencies. Dus zeg maar hier staat Spiken en Bucket in. Als je dat hebt gedaan. Wat wij nodig hebben en wat wij gaan gebruiken is POM/XL. Dat is dit. Hier kunnen wij... Spiket en Bucket in doen en alle externe plugins. Dus dan hoef je het zeg maar niet naar je build path te gaan en dan libraries en dan hier erin te douwen. Dat hoeft niet. Het kan wel. Stel een project heeft geen Maven, dan kun je het hier wel indouwen. Dus dan ziet hij hem nog steeds. Ik bedoel, dit ding werkt nog steeds. Het is niet kapot. Maar dit is eigenlijk handiger om te gebruiken. Wij gaan natuurlijk Maven Bucket en Spiket gebruiken. En hoe je dat kan zien is eigenlijk heel makkelijk. Ik zal even internet voor je openen. Zo, patsboom. Hier zien jullie internet. En dan google je gewoon in Spiket Maven. Gewoon lekker simpel. En dan staat er Spiket Maven. Staat er een mooi linkje. Ja, jullie kunnen het nog net zien. En dan staat hier een mooie Spiket API en Bucket API. Die twee dingen moeten wij gaan gebruiken. Die staat hier ook voor de POM/XL. Als je dit erin duwt, dan werkt het gewoon perfect. Nou, dus wat wij gaan doen, we kopiëren het gewoon. Oh, zo. Kopieer het gewoon lekker simpel in onze plugin. Je doet het gewoon binnen in je hashtag project. Voor mensen die HTML kennen, nou, je weet waarschijnlijk wel waarvoor dat is dan. Zo, en je plakt het gewoon heel simpel in je project dinges, je dependencies en je reps dinges. You know what I mean. Nou, zoals je ziet, als je nu naar dependencies gaat, dan staat hier de bucket en de spiket API. Zoals je ziet. Dus die hebben wij zeg maar geïmplement. Zoals je ziet, er gebeurde nou ook net wat. Ja, ik hou alles in de gaten. Nou, hier staat alles wat erin zit. Tenminste, voor jullie niet echt toegankelijk. Dus, maar goed, in principe, als we dit sluiten, dan kunnen we gewoon sluiten. Dus moet je gewoon opslaan en shit. Nu hebben we Spiket en Bucket erin zitten. Dus nu kunnen we onze echte projecten maken. Nou, iedereen weet wel ondertussen hoe je een project moet aanmerken. Nieuw. Ja, je kan natuurlijk beginnen met een package.
Maar ik begin altijd met de class. Kijk, en dan kun je hier package naam invoeren. Dus weet ik wel, Justus is awesome of zo. En ik noem altijd mijn main class core of main. Ja, het is maar net hoe je het wil noemen. En zoals jullie kunnen zien, als we doen, oh sorry, extend Java plugin. En je doet control spatie. Dan staat de Java plugin. Dus dat betekent dat wij bucket hebben geïmport. Nou, dat is mooi. Dat betekent dat het werkt. Nou, en hier kun je projecten aanmaken. En public void onder Nepal. Gewoon standaard dingetjes, weet je wel. En zeg nou niet dat. En voor de mensen die nu al vastlopen en denken van, what the fuck ben je allemaal doen? Ik zou even voorstellen om naar de eerste aflevering te gaan van deze hele serie. Want dan begrijp je er meer van. Dit is, zeg maar, we gaan nu met de advanced shit werken. Dus ik zou zeggen, als je niks weet van plugins, ga even terug naar de eerste aflevering. Tip die ik mee kan gaan meegeven. Want ik heb het ook gehad. Ik begon ook gewoon midden in series. En ik begreep er de ballen van. En toen bij nummer 1 begon, toen begon ik er wat meer te snappen. Ook heb je er geen zin in, ja. Ja, jammer dan. Kan ik je weer naar huis sturen. Als je geen zin hebt, dan ben je niet geschikt hiervoor. Om het zo maar te zeggen. Als je dit dan niet kan, ja. Dit is eigenlijk wel nieuw voor jullie. Dus ik snap wel dat jullie het niet snappen. Of dat jullie meer uitleg hierover willen. Maar in de lopende serietijd wordt het nog wel allemaal verduidelijkt. En wordt het ook wel duidelijk hoe we het gaan gebruiken. En waarvoor we het kunnen gaan gebruiken. En we gaan echt met echte shit werken. Want ja, we gaan gewoon met de echte shit werken. Ja, ik kan het vaak genoeg zeggen. Alleen, ik heb er gewoon heel veel zin in. Ook om het jullie te gaan uitleggen. Helaas is deze aflevering alleen om te laten zien hoe je hem even installeert. Omdat we het gaan gebruiken in de volgende aflevering. In principe in alle toekomstige afleveringen. Ja, de oude troep is allemaal verleden tijd. We gaan misschien ook met Mongo werken. We gaan met alles werken. Dit wordt gewoon epic, oké? Het wordt gewoon episch. Ja, alleen voor nu is het gewoon even simpel. Dat jullie bekend zijn met Maven. En dat jullie een beetje gaan leren. En een beetje gaan kijken hoe het allemaal werkt. Zodat in de volgende afleveringen, zeg maar, ja, niet te veel vragen overkomen. Niet dat het niet erg is om te gaan vragen. Maar kan ook voor jezelf een beetje gaan onderzoeken. Weet je, dat is de tip die ik altijd meegeef. Je bent nooit te oud om te leren. Ja, ik zou zeggen, hopelijk hebben jullie ervan geleerd. Kijk nog zeker even in de beschrijving van voor dat linkje voor Maven. En daar staat alles in uitgelegd als je meer wil weten. En ik zou zeggen, check jullie in een nieuwe aflevering. Die gaan er ook aan zitten te komen, want ik heb weer zin om te gaan opnemen. Dus ik zou zeggen, check jullie in de volgende aflevering. Vergeet niet ook te abonneren voor meer. En vooral dat duimpje niet, dat weet ik dat jullie me supporten. En ik zie jullie in de volgende aflevering.